En in deze editie van de Sama Kadaka-serie van ATV praten we over de ontwikkeling die teweeggebracht moet worden onder de Samaka-gemeenschappen. Zowel de voorzitter van de stichting 19 september 1762, Rinaldo Huur, als DNA-lid Edgar Sampi zeggen dat er een gestage vooruitgang heeft plaatsgevonden sinds de ondertekening van het Vredestraktaat. Echter is toch werk aan de winkel om de Samaka-stam naar verwachting te ontwikkelen. Sampi geeft aan dat er nog een aantal zaken in place gebracht moeten worden om te kunnen praten over een degelijke groei van de Samaka-stam. Maar zeker een betere basis waar wij zouden kunnen eisen van de centrale overheid dat er genoeg is dat de Samaka, het gebied waar de Samaka-gemeenschap blijft, dat gebied beter ontwikkeld wordt. Omdat we, als we kijken naar de gebieden waar de Samaka's zich hebben gevestigd, dan ontberen we een aantal zaken, een aantal basisontwikkelingen. Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, dat er een goed draaiende onderwijs is, zonder de problemen waarmee wij elk jaar weer te kampen hebben. Gebrek aan boeken, gebrek aan materiaal, gebrek aan goed gekwalificeerde personen die lesgeven in het binnenland. Gebrek aan eenmaal 24 uur stroom, gezonde drinkwater uit de kraan, gebrek aan goede gezondheidszorg in het binnenland. Het zijn een aantal basisdingen die eigenlijk in place zou moeten zijn wanneer de overheid zou kunnen zeggen of op hun borst zou kunnen slaan dat ze die gemeenschap erkennen en dat ze weten dat die gemeenschap bestaat. Dus 260 jaar na ondertekening van onze vredesverdrag zouden we niet meer moeten rennen achter ontwikkeling, maar de ontwikkeling zou naar ons toe gebracht moeten worden. Rinaldo Huur, voorzitter van de stichting 19 september 1762, zegt dat de strijd die de Samaka 260 jaar geleden hebben geleverd niet samenloopt met de ontwikkeling van de stam. Volgens hem wijst een vergelijking tussen toen en nu uit dat de Samaka nauwelijks iets heeft bereikt. Huur is daarom van mening dat de overheid meer moet gaan doen. Hij geeft aan dat investeringen in de jeugd hoog nodig zijn. In scholenbouw, in technische scholen, waarbij de jongeren meer vakmanschap, ja, in ze kunnen nemen om dan vakkennis, ja, uit te dragen. Want in het binnenland heb je meer vakkennis nodig om dan bepaalde activiteiten te ontplooien. En ik zou de regering ook willen adviseren om met de lokale organisatie, gemeenschappen te werken, om te kijken hoe kunnen wij samen een programma maken dat afgestemd is van het binnenland, aan het binnenland. En die ook aangepast is aan de jongeren van het binnenland vanwege de ontwikkeling stad binnenland. Ja? Want je kan geen curriculum hier introduceren in de stad, die je ook voor het binnenland zou moeten introduceren. Dat gaat niet werken. Het is heel anders dan wat hier gaat gebeuren. Dus je moet het aanpassen aan datgene wat in het binnenland gebeurt. En ik vind van dat de overheid meer in het binnenland moet investeren, wat scholen en ontwikkeling betreft. Het is miniem tegenover het kustgebied. Huur en Sampi erkennen dat de ontwikkeling niet alleen gebracht moet worden door de overheid. Ze geven aan dat ook andere stichtingen de vooruitgang van de groep moeten nastreven.